De titel van deze video is heel spannend, maar het aandeel zelf, het bedrijf zelf, is dat een stuk minder. Het gaat er ook niet om of het aandeel of het bedrijf spannend is. Het gaat erom dat we denken dat we met dit bedrijf, met dit aandeel, geld kunnen verdienen. Dus laten we kijken naar welk bedrijf dit is, wat het bedrijf doet, wat de laatste cijfers zijn en vooral ook een berekening maken waarom ik denk dat het wel eens een interessant aandeel kan zijn. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. Vandaag gaan we dus kijken naar een interessant aandeel zoals we dat altijd doen in de eerste video van de maand. Dus ben je nog niet geabonneerd? Klik dan op abonneren onder deze video. En laat ook onder deze video feedback achter van wat je denkt van dit aandeel. Of misschien heb je nog suggesties voor in de toekomst. Het aandeel dat we vandaag gaan bespreken ben ik tegengekomen via de Magic Formula Investing. Dit is een formule, een boek en een website waarbij eigenlijk gekeken wordt naar twee belangrijke punten waarop zij aandelen selecteren. Ten eerste is dat de winstgevendheid van een aandeel. Hoeveel winst maakt het bedrijf, het aandeel, ten opzichte van de koers van het aandeel? Hoe hoger, hoe beter. En ten tweede gaan ze kijken naar hoe efficiënt of hoe effectief zij hun eigen vermogen kunnen inzetten om omzet te creëren. Beide van deze punten zorgen er op de lange termijn in ieder geval voor dat een bedrijf, op de korte termijn trouwens al gewoon winstgevend is vaak en goede cijfers maakt, maar dat op de lange termijn de koers dat ook laat zien, dat de koers dat eigenlijk reflecteert. En de titel van deze video met slapend rijk worden, dat was geen clickbait. We gaan namelijk kijken naar het bedrijf Sleep Number met tickersymbol SNBR. En dit aandeel wil ik dan gaan bekijken met de software, de website die ik zelf heb ontwikkeld. Deze zijn we nu nog aan het testen, maar zal deze week, waarschijnlijk volgende week, beschikbaar komen voor jullie allemaal. Dus hou zeker het kanaal in de gaten rondom het laatste nieuws daarom. We gaan dus kijken naar Sleep Number. Een koers van iets meer dan $90 op dit moment. Op zich zegt een koers meestal niet zo heel veel, behalve dat het interessant is om te zien, als ik maandelijks een x-bedrag kan inleggen, kan ik dan één of meerdere aandelen überhaupt kopen of niet. Sleep Number, wat doet het bedrijf? Nou, we kunnen op info klikken en hebben we een hele korte omschrijving eigenlijk van het bedrijf. We zien dat Sleep Number samen met subsidiaries, dus bedrijven onder dit merk, provide sleep solutions and services in the United States. Dus ze doen, vergelijk het eigenlijk met een soort van beter bed in Amerika. The company designs, manufactures, markets, retails and services bed, pillows, sheets and other bedding products under the Sleep Number name. Dus ze doen bedden, boksprings, matrassen, eigenlijk alles wat je nodig hebt om eigenlijk te slapen. Mocht je nou nog meer informatie willen, weet je niet precies wat het is. Het kan ook zijn dat het met een ander bedrijf natuurlijk niet zo duidelijk wordt uitgelegd. Kunnen we hier meteen de website gaan bekijken. Kom je op de website van het bedrijf uit. Zoals gezegd, krijg je meteen een goede indruk van wat ze doen. En dan krijg je ook meteen een pop-up. Maar zo zie je eigenlijk dat vrij snel kun je alle informatie vinden die je wil. Dan gaan we weer even terug. Zien we hier onderaan trouwens nog wat cijfers hierboven, maar hier het laatste nieuws. Sleep Number heeft 27 oktober, een dag geleden, voordat ik deze video opnam, de cijfers bekendgemaakt. Dus gaan we dat nieuwsbericht even kort kijken. Dan zien we namelijk dat ze eigenlijk in Q3 earnings, oftewel omzet en winst, waren boven verwachting. We lezen hier ook dat ze afgelopen kwartaal een winst per aandeel hadden van $2,22, terwijl verwacht werd $1,44. En ook die $2,22 is beter dan in dezelfde periode vorig jaar. Want toen hadden ze $1,79 per aandeel winst. Dus we zien dat ze juist het afgelopen jaar dus meer omzet hebben gehad en zeker ook meer winst hebben gemaakt. Er staat trouwens nog wel meer over de omzet hieronder, maar die gaan we zo meteen wel even bekijken. Gaan we terug en dan kunnen we natuurlijk heel veel informatie vinden, maar ik vind het altijd fijn om eerst even te gaan kijken naar de grafieken. Want grafieken geven eigenlijk heel visueel weer wat er eigenlijk aan de hand is, zonder allemaal precies de getalletjes te zien. De eerste grafiek laat de aandelenkoers zien en dan zien we duidelijk dat in het laatste jaar hij eigenlijk een top heeft gehad in maart ergens van rond de $140, iets meer dan $140. Dat we nu dus weer flink gedaald zijn. Laatst nog $85, nu dus 91. Maar altijd meer dan, een stuk meer zelfs, dan waar we eigenlijk dezelfde periode vorig jaar als koers zagen. Kijken we naar een PE-ratio, dan hebben we wel een beetje een vertekend beeld, juist door deze flinke daling. Die geeft natuurlijk wel aan, dan valt de rest niet zo op. Lijkt allemaal heel erg klein, maar we zien daar vaak zo 17, 15, 9 ooit. Dus dat zijn in ieder geval PE-ratios uit het verleden waar we straks in de waardering rekening mee kunnen houden. Kijken we naar de omzet en de bruto marge en uiteindelijk de winst, dan zien we dat de omzet, de grijze kolommen hier, wel ieder jaar eigenlijk toenemen, ieder kwartaal bijna toenemen. Maar dat vaak het tweede kwartaal van een jaar meestal het kwartaal is met de minste omzet. Misschien komt het omdat dat de periode is dat we de lente ingaan, de zomer, dat de dagen langer worden. Ik weet het niet, maar in ieder geval wel iets dat we telkens terug zien komen. Dat we dus ook rekening mee kunnen houden. Laatst hebben ze dus de cijfers van Q3 bekendgemaakt. Maar omdat het nog zo kort geleden is, zijn die nog niet verwerkt in deze data. Die zal de komende dagen volgen. Misschien zelfs wel wanneer deze video online staat. Dat in ieder geval dan de data erin staat. Gaan we nog verder kijken en zoomen we even in op de winst. Dan zien we echt wel dat ze vanuit 2016, toen misschien nog 25 miljoen per kwartaal was, in één keer flinke stap hebben gemaakt. Dat begon eigenlijk al voor corona. Zeker dit eerste kwartaal was eigenlijk de tijd dat corona net begon. We zien wel dat het echt impact had. Het tweede kwartaal zien we wel een verlies. Maar gedurende het vorig jaar en ook dit jaar eigenlijk nog, zien we wel dat we behoorlijk wat verbetering zien. Dus er zit wel, ze maken meer omzet. Daardoor kunnen ze uiteindelijk ook meer winst maken, omdat het efficiënter gaat natuurlijk. En als het goed is, zien we dat ook terugkomen in de marges. Ook de marges, kijken we hierboven, de bruto marge blijft redelijk stabiel. Er zit af en toe een periode in, maar er zit af en toe ook wel een beetje een stijgende lijn in, zeker de laatste tijd. Hangt zo rond de iets boven de 60%. En kijken we onderin naar de operating margin en de profitmarge, oftewel de winstmarge, dan zien we dat die zo tussen de 5 en 8% zitten. En de laatste tijd zelfs tussen de 10 en 13%. Vorig kwartaal was een minder kwartaal. Daar is het aandeel qua koers natuurlijk ook echt op afgerekend. We zagen nu dat het nu juist weer beter ging. Dus ik verwacht ook wel, juist om die reden, dat misschien de koers het ook weer wel laat zien. En alleen om die reden al de komende tijd zal gaan toenemen. Maar we moeten natuurlijk niet alleen maar uitgaan van dit soort dingen. We moeten zeker ook zelf een berekening daarvan maken. Kijken we nog even verder, dan is de groei, die valt hier heel erg tegen, lijkt het. Maar dat is wederom door deze grote piek van meer dan 3000%. Dat is wel ooit jammer dat die dingen eigenlijk voorkomen, dat zo'n vertekend beeld geeft. Dus laten we even gaan kijken ten eerste naar de cashflow. Dan zien we wel dat ze behoorlijk wat geld verdienen en dat de cashflow eigenlijk het grootste gedeelte daarvan ook overblijft. Dus er gaat weinig uit om opnieuw investeringen te doen. Misschien is dat niet nodig in hun geval. Maar wat we wel kunnen zien hieronder is dat uiteindelijk ze weinig cash hebben. Ze zien, dat zijn die grijze kolommen, dat is het geld dat ze letterlijk op de bank hebben staan bijvoorbeeld. Rood is de schuld en groen is daardoor het verschil daartussen. Dat is negatief. Dat betekent dus eigenlijk dat het geld, want er komt zeker geld binnen, dat zien we hier namelijk. Bijvoorbeeld vorig kwartaal was dat 29 miljoen free cashflow. Het jaar daarvoor, of het kwartaal daarvoor, het eerste kwartaal van dit jaar, 100 miljoen. Dus er komt zeker geld binnen. Maar dit gaat ergens aan op. Dit kan zijn dat ze schuld afbetalen. Lijkt het niet per se heel erg op. Het kan zo zijn dat ze juist investeringen doen. Dat doen ze een beetje, dat hebben we boven al gezien. Maar wat ze zeker doen in dit geval is hun eigen aandelen opkopen. Dat is heel erg interessant als aandeelhouder zelf zijnde. Want stel je hebt 100 aandelen en dat is 10% van het bedrijf. Als het bedrijf vervolgens zelf 100 aandelen opkoopt en van de markt afhaalt, dan heb je nog steeds 100 aandelen, terwijl er nog maar 900 op de markt zijn. Dus in één keer jouw procentuele eigendom van het bedrijf wordt groter, waardoor als er winst is, jij ook meer van deze winst kunt ontvangen. Dus heel erg positief. En dit is een bedrijf dat heel veel eigen aandelen opkoopt. Dat gaan we straks ook nog zien. En ben je nou iemand die liever ook vooral de cijfers in tabellen ziet en daar een vergelijking maakt? Natuurlijk is dat er ook in de tabel. Cijfers hebben we de resultaatrekening, de balans en de cashflow. Dus hier kunnen we alle gegevens zien die we graag zouden willen. We zien dat de omzet flink toeneemt. Kijk bijvoorbeeld hier 2015, 2016 nog rond een miljard. De laatste 12 maanden is het meer dan 2 miljard omzet. De winst is ook van 50 miljoen gestegen naar 202 miljoen. Misschien een vertekend beeld, omdat nu heel veel mensen juist geld over hadden, daardoor juist nieuwe bedden kopen, nieuwe andere producten. Dus ja, wel belangrijk om te bekijken of het niet tijdelijk is, of dat het structureel een verbetering is. Aangezien we ook al flinke verbeteringen zien voordat corona begon, zien we wel dat ze duidelijk een trend hebben en die trend juist hebben kunnen doorzetten tijdens corona. Kijken vervolgens ook nog even naar een checklist. Hier zien we op 12 punten dat een aandeel even snel beoordeeld wordt. Wil niet zeggen dat het per se goed of slecht is, maar het zijn in ieder geval punten waar je aandacht naar uit kan gaan, waar je snel een overzicht krijgt om snel ook een indruk te krijgen van het bedrijf. Hier links zien we vooral vaak de waardering, een PE-ratio van 11,6, lager dan de 20 die we willen. Hetzelfde met de free cashflow, die is op 7. Dividend ten opzichte van de free cashflow, die is 0. Ze keren namelijk geen dividend uit, dus dat is positief. Want ze maken wel, hebben wel geld uit de free cashflow, dat zagen we al. En ze hebben het dus eigenlijk ook over. Soms zul je hebben dat bedrijven dividend uitkeren. En het kan zo zijn dat er in periodes meer geld uitgaat, omdat ze wel dat dividend willen blijven uitkeren, dan dat er in diezelfde periode aan free cashflow is. Dus heel belangrijk om te zien van welk, hoeveel percentage van het geld dat ze aan free cashflow hebben, wordt er automatisch al uitgekeerd aan dividend. De wijziging in aandelen, zoals we eerder al zagen. Ze kopen flink wat aandelen zelf weer op. Dat is positief voor jou als aandeelhouder. Dat is ook de verklaring waarom ze zo weinig cash hebben. En hier zien we dat ze in de laatste vijf jaar de aantal uitstaande aandelen met 40% bijna is afgenomen. De omzetgroei de laatste 5 jaar was iets meer dan 40%. De winstgroei meer dan 170%. En de free cashflow meer dan 150%. Altijd positief om te zien dat de winst en de free cashflow harder groeien dan de omzet. Want dat betekent ook dat ze schaalvoordelen hebben, dat ze efficiënter zijn gaan werken. Netto winst zouden we eigenlijk iets boven de 10% of boven de 10% willen zien. Daar zit hij nog net iets onder. Dan komen we wel aan bij het andere rode puntje eigenlijk. Dat is de schuldratio. We zagen het straks al even. We kunnen het eigenlijk duidelijker zien op de balans. Het bedrijf heeft 800 miljoen aan bezittingen en 1,2 miljard aan schulden. Dus dat verklaart deze bijna anderhalf. Want we willen het eigenlijk lager dan 1 zien. Dat ze meer bezittingen hebben dan schulden. Aan de andere kant, als we gaan kijken, het geeft al aan dat het bedrijf meer schulden heeft, maar dat hoeft niet per se slecht te zijn. Het kan ook ooit voordelig zijn voor een bedrijf om schulden aan te gaan. Bijvoorbeeld nu het eigen aandelen opkopen. Dat ze geld lenen om dat te doen, omdat ze denken, het kost misschien 2% om geld te lenen, maar wij denken met onze aankoop van eigen aandelen daar veel meer op te kunnen verdienen. En het belangrijk is om dan te gaan kijken naar hoe groot is die schuld ten opzichte van de cashflow die ze hebben. Nou, we zien dat hier, we willen dat lager dan 5, wat eigenlijk zegt dat ze binnen 5 jaar... aan free cashflow zouden ze schuld kunnen aflossen. En dat is in dit geval zelfs in 1,5 jaar tijd. Dus mochten ze nou gaan beslissen van, oh, die schuld is toch al wat groot. We verdienen best veel geld. Dus met het geld dat we verdienen zijn we over 1,5 jaar... kunnen we van heel onze schuld af zijn. Vervolgens zien we nog de return on assets en de return on invested capital, dat wederom groen is. En denk je nou van, ik wil ook wel gaan beginnen met beleggen bijvoorbeeld. Misschien in dit aandeel of misschien juist in een ander aandeel of een ETF om mee te beginnen. Kijk dan ook zeker eens naar DEGIRO. Dat is de broker die ik gebruik voor mijn aankopen, voor mijn beleggingen. Een link daarvan vind je onder deze video. Als je gebruik maakt van die link kun je gratis een account aanmaken. Maar help je ook nog eens het kanaal. Dus dat wordt altijd gewaardeerd. Want op die manier kan ik ook video's zoals deze in de toekomst blijven maken. Maar we zagen straks dus dat het bedrijf gisteren kwartaalcijfers bekend heeft gemaakt, maar dat die nog niet verwerkt zijn in deze data waar wij gebruik van maken. Gelukkig kunnen we wel gaan kijken voor Amerikaanse aandelen bij de SEC, bij de SEC filings. En hier kunnen we dan kijken naar het tussentijdse update. We kunnen zeggen bekijk rapport, gaan we direct naar de website van de SEC. En hier kunnen we een persbericht lezen waar eigenlijk de laatste informatie staat die we straks ook al zagen in dat nieuwsbericht. Ik zoom hem even een klein beetje in. We zien vooral dus dat in het derde kwartaal de omzet groeide met 21% naar een record van 640 miljoen. Dat is meer dan 35% meer dan in 2019. Je ziet dat bedrijven dat nu vaak doen, omdat vergelijken met vorig jaar toen winkels vaak dicht waren. Dat geeft natuurlijk een heel ander beeld, dus je kunt beter kijken naar 2019 toen we nog geen last hadden van corona. De operating income ook 4% beter. 86% beter zelfs dan in 2019. Zoals gezegd, de winst per aandeel groeide met 24% naar $2,22. En zo kunnen we nog heel veel meer lezen. Maar een belangrijk puntje wat ik wel zag, is dat hieronder. We zien invested bijna 50 miljoen zeg maar, in capital expenditures. Dus ze gaan wel investeren in het eigen bedrijf. En ze hebben voor 365 miljoen bijna aan eigen aandelen teruggekocht. Dus zoals gezegd, we zagen al dat ze wel geld verdienden, maar dat ze niet veel geld in kas hadden. Nou, hier zien we dus een van de redenen waarom dat is. Gaan we weer terug naar de website. Kunnen we als laatste nog even gaan kijken naar de waardering van dit aandeel. En ik heb hier alvast 3 scenario's ingevuld. Zoals ik denk, ja, zoals mijn verwachtingen zijn. Een bear case of als het een beetje tegen zit. Een base case zoals ik, ja, als het gaat zoals ik denk dat het zou gaan. Of een bull case of het zelfs ook een beetje beter gaat. We maken hier eigenlijk gebruik van inschattingen gebaseerd op de gemiddeldes van het laatste jaar, laatste 5 jaar of de laatste 10 jaar. Dus voor de omzetgroei ben ik uitgegaan van 7, 8 en 9%. De netto marge 5, 6 en 7. De free cashflow 7, 9 en 11. En dat doe ik omdat we gaan iets lager aan zitten. Juist het laatste jaar, zoals gezegd, kan een beetje een vertekend beeld geven. Kijken we naar een omzetgroei van 28% Daardoor is natuurlijk die laatste 5 jaar ook iets toegenomen. Dus dat zijn redenen waarom ik juist wat iets lager ben gaan zitten. Dan zit ik misschien juist iets veiliger en kan het alleen maar meevallen. Kijken we naar de geplaatste aandelen. Zoals we eerder al zagen, ze kochten flink wat aandelen op. 8% per jaar de laatste 10 jaar gemiddeld. Vorig jaar zelfs 19% van de aandelen opgekocht. Dus het is wel dat we hier lager gaan zitten omdat ze dit niet kunnen blijven doen. Ja, je kunt natuurlijk al altijd een gedeelte van de aandelen opkopen, maar het wordt ook steeds lastiger voor het bedrijf. Dus we gaan uit van 6, 8 of 10%. Kijken we naar de PE-ratio. We gaan een analyse maken voor over 7 jaar en we gaan dan kijken naar hoeveel winst maken ze dan, hoeveel free cashflow hebben ze dan. En dat vermenigvuldigen we met deze getallen om te kijken van ja, wat is de multiple die we waarschijnlijk in de toekomst toe gaan passen. Nu op dit moment is het 11 en 7, maar we hebben straks al eerder gezien dat het een beetje schommelt tussen de 9 aan de onderkant, 15 aan de bovenkant of zo. Dus we gaan uitgegaan van 10, 12 en 14 voor zowel de PE-ratio als bij de free cashflow. Ga ik uit van 12% gewenst rendement per jaar, want ik kies een los aandeel. Dus als ik gewoon met de hele markt meega, heb ik misschien gemiddeld op lange termijn 7 of 8%. Nu neem ik meer risico, want ik ga één los bedrijf kiezen. Daar is gewoon meer risico aan verbonden, dus ik wil daar ook meer rendement op maken. Dat is dus die 12%. En in alle gevallen ben ik uitgegaan van een, wat ik noem, eindeloos groeipercentage. Oftewel, na deze 7 jaar die we gaan berekenen, blijft het bedrijf in alle situaties groeien, de omzet groeien met 3% per jaar. Klikken we dan vervolgens op analyseren, scrollen we naar beneden. We zagen dat het aandeel op dit moment $91 ongeveer waard is. En in bijna alle gevallen is het groen, oftewel de berekende waardes die wij denken op basis van deze scenario's. De koers zal dan hoger liggen, is de verwachting, dan de koers op dit moment. Dus het is interessant om hier zeker naar te kijken. In de base case, de scenario's waar wij van uitgaan, waar ik in dit geval van uitga, is dit tussen de 135 en 195. Dus laten we even zeggen dat het aandeel misschien wel richting de $150, $160 zou zijn gegaan of moeten gaan volgens deze berekeningen. En dat is eigenlijk ook al iets wat we eerder zagen. De koers heeft het al ooit aangetikt. Nu onderbouwt het dat het waarschijnlijk in de toekomst niet eens zo heel gek zou zijn als de koers weer juist die richting op gaat. Want alle onderliggende cijfers, de winstgevendheid en noem het allemaal op, is gewoon heel erg goed voor dit bedrijf. Dus er komt een moment dat de markt dit ook in gaat zien waarschijnlijk. En dus ook wil gaan betalen voor ja, wat het bedrijf eigenlijk levert. En het is natuurlijk geen garantie dat dit ook gaat gebeuren, want we hebben altijd te maken met emotie. Maar dat is misschien juist ook wel de reden dat het aandeel nu juist heel erg voordelig is, laten we het zo noemen, met deze koers. Juist omdat beleggers nu niet geïnteresseerd zijn in dit aandeel. Maar misschien komt die periode wel weer. Kijken we naar de cijfers, lijkt het mij in ieder geval een interessante investering voor op de lange termijn. Dus zeker een aandeel dat ik misschien wel ga kopen, maar zeker in de gaten ga houden. Laat ik vooral weten wat jij ervan denkt, van deze software, maar misschien ook wel van de waardering of van het bedrijf zelf. En doe dat via de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien waarbij je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.